Tot op YouTube. Ja. Nog een tablet bij de steden van Nederland. Ik ben even lekker, maar toen die laatste ronde was gewoon kut, weet je. Dit is mijn derde toernooi en derde toernooi was de mooiste. Weet je wanneer ik elke keer werd geraakt met jou? Elke keer dat ik die move blokte die over heb, dat ik elke keer jump in. Sloeg nergens op. Weet je wat ik kan op mijn kippen. Gaat die bukken naast die kick die shore, ik krijg cancel ultra, hè? Ik ga dan wel door. Ja, want de laatste ronde ging je vaak keer zo. En toen verstijfde ik zo van, doe. Oh nee, toch niet, weet je. Daar had ik door. Daarom moest ik gewoon even wat bewegingen maken. Dat denk ik, als je strak gaat spelen, dan weet je dat gewoon. Echt, hè? Je moet een beetje rushen. Dat zie je ook aan Pelongs. Dan zie je dat ze eerst gaan bukken om dan die kicking te doen. Ja, dan meteen kun je kennen, weet je. Nee, maar wij zijn er top. Dat was een super goede pot van jou, hoor. Op die laatste moment. Weet je wat ik in mijn gedachten had? Ik krijg ook bijna op. Ik dacht, ik ga deze tegen jou pakken. Ik zeg, mama, misschien denk je dat hij springt. Ik deed een kick en deed hij shoryuken. Hij had het zo gepakt. Ja, maar ik wist gewoon, je ging voor de chip. En dan doen Abels altijd die move. Dus ik zat gewoon te wachten. Toen ik zo, hoort. En dan was er een knaap, eruit meisje, gek, eruit meisje. Ik ben niet die Abel die eet. Nou, zo team deed je wel gewoon even. Jij speelt super, jongen. Ja, super. Super. Shit. Echte Abels gooi een paar keer als het moet die ultras. Hoe vaak heb je die ultras gemist? Ja, man. Alleen als het moet. En toen ik wist dat je hem miste. Ik doe quickstand, krijg forward hardpass eruit, plus crouching. Maar ja, dat is meer bij mijn fout. Een paar keer mis shoryuken. Maar die heeft wel je. Ja, maar weet je wat was? Ik wilde lijf was. De volgende shoryuken. Maar jij doet elke keer jump back daarna. Toen deed ik één keer gewoon medium punch, toen sloeg je meteen uit de rug. Ik denk de hele tijd, hoe de fuck kan ik je raken? Want ik wil niet zomaar in één keer dat ze makkie doen, want anders heb je me, weet je. Dus ik dacht echt van, hoe de fuck ga ik dat doen? Ik had toch pressure gezet, op de laatste moment, als hij nu wegvliegt met de ding, dat zo, trigger dan voor een ultra. Dan was het gefinished, maar dat deed niet. Dat vind ik wel kut van die plek 4, dat met camera, dan heb je rep, en dan doe je short, dat makkie, dan gaat hij zo. Ja, klopt, dat is een makkie, dat is veel gaat niet. Ja, maar we gaan hem verklaren.